De allereerste die ik wil benoemen, dat is eentje van de schrijfster. Nee, oké, overnieuw. Dit gaan we ook over. Dit wordt een video met een hoop geknipt en zo. Maar oké. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Voor vandaag wil ik eigenlijk een aantal kookboeken bespreken die hier speciaal voor gemaakt zijn om mensen die een maagverkleining gehad hebben te kunnen ondersteunen bij het maken van gezonde en leuke recepten die dus ook in kleine porties goed te maken zijn. Gelukkig zijn er tegenwoordig meerdere van dit soort kookboeken te vinden. Het is natuurlijk ook wel dat in de tijd van nu er veel meer gepraat wordt over maagverkleinende operaties en dat het eigenlijk ook veel meer uitgevoerd wordt. En dus worden er dus ook steeds meer onderzoeken naar gedaan en ook vanuit personen zelf hun ervaringen gedeeld. En een aantal van die mensen hebben dus ook kookboeken samengesteld. Dus die zijn dan echt gericht op dat de inhoud klein is, dat je er kleine porties van kan maken. Dat er bijvoorbeeld een laag gehalte aan vet en koolhydraten in zit, want dat heb je niet heel erg nodig. Maar dat er een hoog gehalte aan eiwit in zit, want mensen met deze operaties moeten veel meer eiwitten binnenkrijgen dan iemand zonder deze operatie. En dat heeft dan te maken met hoe je lichaam het kan verwerken en dat het energie eruit kan halen en dat er bouwstoffen zijn. En dat heb ik vanuit de kliniek ook meegekregen, dat wij echt eiwitten is onze nummer 1 belangrijkste voedselgroep. Dus dat zijn de belangrijkste onderdelen eruit en daar zijn die kookboeken op gericht. Het eerste boek dat ik wil noemen is gemaakt door de schrijfster Christel de Vogelare. En het heet Lekker eten na je maagverkleining. Het is een kookboek die dus door een ervaringsdeskundige geschreven is. En met allemaal leuke recepten. Dan het eerste boek wat ik wil benoemen is van Christel de Vogelare. Zij heeft een boek geschreven en dat heet Lekker eten na een maagverkleining. Met allemaal recepten erin en stukjes over haar eigen persoonlijke ervaring. Dus die is erg leuk. Een tweede boek is van Nicole Reemakers en die heet Mateloos genieten. Ik vind zelf die titel dan wel weer erg grappig. Maar dat is ook met allemaal handige recepten en dingetjes en zijn leuke boeken. Trouwens, mocht ik een achternaam of voornaam verkeerd uitspreken, sorry dan. Maar Nikki de Vogelare is met A-E-R-E geschreven en Reemaker, ja, of Rijmaker. Een van de twee. Dan nog een boek die is geschreven door Erik Meer en Wout Bru. Ook twee fijne namen om uit te spreken. En die heet Geniet. Dus die gaat ook over alle operaties en wat je daar dan mee kan eten. En goede recepten en gebaseerd op de voedingsproducten. Dus die is ook heel erg leuk. Maar dan nu eigenlijk het boek waar ik het meest over wil praten, omdat ik deze dus zelf thuis ook heb. Dat is Eten wordt weer je vriend van Annie Bauer, Joop Nefkens en Annemieke Hendricks. Hij ziet er zo uit. En dit is de achterkant. Er staat op de voorkant ook echt 80 lekkere recepten voor mensen met een verkleine maag. En op de eerste pagina staat een klein stukje over dus de drie verschillende schrijvers. En daarna krijg je dus allemaal recepten. Het begint, ik ga er eventjes eentje uitzoeken hoor. Het begint natuurlijk met een inhoudsopgave met ontbijt, tussendoortje ochtend, lunch, tussendoortje middag, dinner en tussendoortje avond. En dan staat er ook nog een stukje aan het begin, een woordje vooraf en handige tips. En een stukje achteraf over wat is nou eigenlijk bariatrie en fit for me. Dat is dus diegene van die vitaminepillen waar ik over verteld had. En het obesitascentrum en zo staan er allemaal stukjes informatie nog in. Maar het grootste gedeelte van dit boek is toch echt wel de recepten. En als je dan begint met het ontbijt, dat is de eerste. Staat er eerst een heel stukje verhaal over, het ontbijt zelf. En dat het dus lastig is, maar dat het ontbijt echt wel een heel belangrijk onderdeel is van de dag. Dan staat er een stukje bijvoorbeeld over een hard roerei. Ik heb hier een hang op met cornflakes. En ik vind gewoon het er heel overzichtelijk, clean en netjes uitzien. Ik vind het echt een heel mooi boek. Ik moet zeggen dat ik hem zelf nog niet geprobeerd heb, maar het is nu ook nog geen 2 maanden na mijn operatie. En
ja, weet je, die eerste weken kon je natuurlijk sowieso niks eten en daarna steeds maar heel klein beetje. En nu ondertussen kan ik al best wel een beetje normale, nou ja, normale hoeveelheden zou ik het niet noemen, maar voor mij aangepaste normale hoeveelheden. Dus ik kan nu, als ik rustig aan doe, een boterham eten en dan soms haal ik nog wel een beetje stukjes korst af of zo, omdat dat weer heel zwaar is. En kan gewoon een beetje avondeten eten. En ik probeer echt 6 momenten per dag te doen, al lukt dat nog niet altijd. Maar ik heb nog niet gedacht, goh, laat ik eens helemaal lekker uitgebreid gaan koken. Maar ik wil het wel gaan doen. Misschien ga ik zelfs een keer een video maken. Als ik dan een van deze recepten ga doen, dat ik het film, dan lijkt me leuk. Even kijken hoor, wat zit er dan nog meer? Over een ei met gerookte zalm en nog een pasta omelet. En zoals je dus misschien al merkt, in 3 van de 4 recepten die ik nu opgenoemd heb, zit ei. Omdat er dus veel eiwitten moeten we dus hebben. Dus ei, kaas, vlees, noten en al die dingen. Dat is granen, dat is heel goed voor ons. En natuurlijk fruit en groenten en vitamines, dat ook allemaal. Maar koolhydraten en vetten mogen op je lagere prioriteiten staan. En eiwitten dus echt wel bovenaan. Dan ga ik eventjes doorscrollen naar de tussendoortjes van tussen de ochtend en de middag. Dan krijg je bijvoorbeeld een smoothie, heb ik hier, van limoen avocado. Of een kersencolada. Dat vind ik ook wel weer heel leuk. Die zien er zo uit. Ik hoop trouwens dat dit goed in beeld is. Maar ja, die vind ik ook echt heel erg leuk. En ik heb hierna dan nog een smoothie met perzik, Princess Peach. En een Italiaanse tosti. En wat doen we daar dan op? Parma ham, mozzarella, tomaatjes en groene pesto. Dus dat klinkt ook lekker. Een appelkaneel smoothie. Een wrap met kip en tomaat. Nou, en dat is dan dus als tussendoortje, want wij moeten dus echt 6 keer per dag porties eten. En dit zijn gewoon leuke kleine tussendoortjes die wel goed vullend zijn. Dan heb je de lunch. Dan krijg je de sandwiches. Ik heb hier met Joop's kip sandwich met tomaat yoghonaise. Want yoghonaise heeft natuurlijk veel minder vet dan gewone mayonaise. Yoghurt en mayonaise. Dat ziet er zo uit. Ik vind het echt een heel leuk boek. Oh ja, en een toast met caprese, dus met avocado en tomaten en basilicum. En dan heb ik hier een wrap met zalm en rucola en een spinazieomelet of witte bonen. Ja, ieder zo'n ding hoor, maar witte bonen, dat trekt mij nou niet heel erg aan of zo. Maar de rest vind ik echt heel leuk eruit zien. Paprikasoep, wat trouwens wel heel erg lekker is. Mijn moeder die maakt wel eens paprika tomaatsoep of gewoon paprika soep of pompoensoep. Maar dat zijn dikke gebonden soepen die erg vullend zijn, maar wel echt heel lekker. En gezond, dat is natuurlijk van groente. Je moet er dan natuurlijk geen liters room of crème fraîche of wat dan ook doorheen gooien. Maar dat zijn wel gewoon hele goede soepen. Dan hebben we een tussendoortje voor de middag. Ik heb hier een banaan blueberry smoothie en een gevuld ei met toast. Krokante kipstukjes en een aardbei bananenshake. Oh, dit ziet er wel echt heel leuk uit. Ik heb geen idee hoe je dit zou moeten maken, die krokante kipstukjes. Maar het ziet er lekker uit. Voor degene die het trouwens nog niet opgevallen was. Ik ben dus echt een hartig mens. Ik vind zoet ook wel lekker. Maar als je aan mij vraagt, wil je iets hartigs? Zoals, toastjes of... vroeger chips dan, maar dat mag natuurlijk niet helemaal meer. Maar bijvoorbeeld dan krokante kipstukjes, want dat is vlees. Dan zou ik dat 10 keer zo lief hebben als chocola of snoep of koek of, I don't know, verzin de zoete dingen. Nou, en dan je avondeten. En dan is dit dus wel ook echt bedacht op dat je het in kleine porties kan maken. Dus je kan een grote portie maken en een kleine portie maken. En dan heb je dus voor meerdere dagen eten of je doet... Je houdt de maten aan voor de kleine portie. Wat ik trouwens ook nog het leuke vind, is dat deze 3 schrijfauteurs die we hier zo hadden, Annie, Joop en Annemiek, boven elk recept, hier ongeveer, staat wie het recept bedacht heeft. Dus dat vind ik wel echt heel origineel ook. Dus die kalkoenfilet met rode kool, die is door Annie bedacht. En een vissoep met croutons is door Joop bedacht. Dat vind ik nou echt wel heel leuk. En hier zo staat draadjesvlees met aardappelen en dan Joop's favoriet. Dat is wel echt heel schattig.
Blijkbaar houd je ook van draadjesvlees. Even kijken hoor, dan hebben we nog maar één maaltijd over als het goed is. Dus ja, er staan natuurlijk veel meer lekkere recepten nog in, maar ik kan ze niet allemaal gaan laten zien. Dan heb ik hier het tussendoortje voor de avond. En dat is dan, dat kan, ja, of gewoon echt als tussendoortje hoe wij dat zien. Maar je kan ook bijvoorbeeld je toetje als tussendoortje nemen. Dus ik heb hier als eerste yoghurtijs met frambozen. En dit is echt, hier kan je mij zo blij mee maken. Ik zou dit echt 100.000 keer liever hebben dan allerlei vette slagroomijs. Ik hou sowieso niet echt van slagroomijs. Of van die chocoladeijs dingen of zo. Yoghurtijs is echt heel lekker. En dus blijkbaar gezond, want anders stond niet in het kookboek. Even kijken, groentefriet met een kruidensaus. Nou was ik altijd een beetje sarcastisch over mensen die dan zeiden, oh, dan ga je toch op een worteltje knagen. Dat ik denk, ja, leuk, maar dat is echt niet even lekker. Maar aan de andere kant, als je dan dit ziet, ziet het er gewoon nog echt leuk uit ook. Dat zou nog best wel eens... Ja, nee, nou, het ziet er wel leuk uit. En dan een honingyoghurt, een toast met tomaten en groentesalsa. Dat is ook leuk, een soort, hoe heet dat? Hoe heet dit? Nachos met groentesalsa dingetje. Maar ja, dat is dus een beetje hoe het kookboek in elkaar zit en de recepten die erbij staan. En ja, ik moet zeggen dat ik hem heel erg leuk vind. Ik heb hem van een vriendin van mijn moeder gekregen. En omdat zij een soort van alle recepten wel wist. Zij heeft ook jaren geleden zo'n operatie gehad. En ze zei, nou dan mag jij hem nu gaan gebruiken. Dus ik heb er nog niet heel veel mee gedaan. Maar ik wil het wel gaan doen. Want ik vind het oprecht een heel erg leuk boek. En ja, wie weet. Dan maak ik er misschien ooit nog een video over. Maar voor nu was dit het. Dus vonden jullie dit een leuke video en wil je misschien inderdaad dan zo'n video zien over hoe ik dan een recept uit dit boek ga koken? Laat dan vooral een blauw duimpje achter en abonneer even op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte van wanneer ik weer een nieuwe video post. En dan zie ik jullie bij de volgende. Oké, doei!